Nou, je zit hier een Frans balkon. En ik kreeg de vraag wat het nu precies is. Het zijn dus eigenlijk twee openslaande deuren. Of soms één openslaande deur met een hekje ervoor. Want anders val je natuurlijk naar beneden. En het is een alternatief voor een balkon of een loggia. Nou, hij wordt vaak gekozen omdat een balkon niet toegestaan is. En een loggia toch veel binnenruimte wegneemt. En dan is een Frans balkon een goede tussenoplossing. En hij wordt heel vaak toegepast, zoals je dus hier ziet. En ook heel veel in nieuwbouwsituaties. Ook bij bestaande woningen wordt er vaak voor gekozen om zo meer licht naar huis te brengen. En toch een soort loggia te maken met de opening, met de ramen aan de buitenzijde eigenlijk. Nou, ik zal meer informatie geven in het artikel en de link staat onder de video.